Ondertussen ben ik alweer onderweg naar huis. Ik lag met Jens aan het zwembad, maar ja, ik kan niet heel lang stilzitten. Dus op een gegeven moment was ik er echt helemaal klaar mee. En toen besloot ik om maar een stukje te gaan lopen. Ja, ondertussen ben ik 2 uur aan het lopen en ben ik maar ergens lekker een cocktailtje gaan drinken. En nu ga ik weer naar huis. En het is hier super mooi. Zoals je ziet. Lekker die bomen. En ik weet niet waarom, maar er zijn dus super veel bananenboomplantages. Hier zeg maar, dit hele stuk. Allemaal bananenboomplantage. En zeg maar, die bij ons, daar kan je in. Ik weet niet of dat de bedoeling is. Maar zoals je ziet, bij deze zeg maar, zit gewoon een hele grote muur ervoor. En het is dus absoluut ook niet de bedoeling dat je hierin komt. Ik zag net ook een grote poort. Dus ja, daar kunnen we niet in. Maar het was wel heel interessant om daar gisteren te kijken. Bij die bananenboomplantages. Het is echt, ja, heel gek. Nooit gezien. En de bananen groeien dus ook inderdaad op de kop. Nou, maar even jongens, hè. Kijk dan, dat is toch heerlijk. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar ja, ik vind het prachtig. De zee, die zo een beetje tegen de rotsen aanslaat. Ik kan daar zo intens van genieten. En ook het geluid wat het geeft. Super rustgevend. En ja, gewoon verkant. Nou, ik ben weer thuis. En er was dus onderweg toen ik naar huis ging, was er een hondje. En die zat zo op straat, heel schattig. Dag Jens. Hallo, mijn hoofd is niet verbrand. Jens is rood als een garnaal. maar... Er was dus een hondje en ik dacht, nou, dat hondje, dat hoort hier ergens of zo. En ik loop verder en dat hondje, dat blijft daar zo zitten en er is helemaal niemand. En ik denk, hè? En dan komt de vrouw aanrijden in een auto en die stapt uit en die zegt, casa, casa. Nou, dat betekent dus, ga naar huis. En de hond, die bleef daar zo zitten, een beetje zo kijken, zo. Maar het was best wel een schattig hondje. En ik dacht, oké, weet je, misschien als ik met hem meeloop, dan gaat hij naar huis. Dus wij lopen zo, of, ik doe zo heel enthousiast, zo, kom, kom, kom. En die hond, die loopt met me mee. Uiteindelijk loopt hij naar een huis toe, dus ik denk, oh, daar is het. Dus ik bel aan en loop weg. En ik hoor die vrouw van dat huis, een hond in het Spaans dan, en casa, casa. Nou, dat was dus niet het huis waar die hond moest zijn. En vervolgens lopen we verder en gaat hij naar nog een huis, ook heel, heel enthousiast en blaffen en krabbelen op de deur. Dus ik bel daaraan, ook niet zijn huis. Lopen we nog een stukje verder. Maar ik dacht echt van, oh jee, nu moeten we het asiel gaan bellen of zo. Hoe noem je dat? Tenerifse asiel. Nou, dat is natuurlijk super moeilijk, omdat je geen idee hebt waar en wat wie dat zijn. Maar toen bleek het dus een hond te zijn die bij een huis hoorde. Kwam ik via Engelse mensen achter. En die deur staat gewoon open. En die hond is streetwise. Dus het is een soort straathond, maar hij heeft wel een huis. Nou, eind goed, al goed. Ik ben dus heel blij dat die hond uiteindelijk wel een huis heeft. Anders dan moest ze hem misschien meenemen naar huis. En dat gaan we niet doen. Dus ja. Dat is een heel avontuur. Maar ik ben weer thuis. Yay!